Balans is ontstaan op vraag van opvoeders die op de werkvloer in dienstverband antwoorden zochten op vragen waar ze mee geconfronteerd worden. Vragen die te maken hebben met hoe werk ik in teamverband op een goede manier, hoe kan ik creatief aan de slag gaan, hoe kan ik het gezin, de gezinscontext mee betrekken in mijn werk, hoe kan ik leiderschap opnemen, hoe kan ik omgaan met veranderingen en weerstanden. Samen met die diverse thema's zijn ook andere sectoren op de voorgrond gekomen. Niet meer alleen opvoeders en begeleiders, maar ook verpleegkundigen, zorgcoördinatoren, leidinggevenden, teams die ook met dezelfde vragen zaten. En die kwamen aankloppen bij Balans van, kunnen jullie daar een antwoord op bieden? En vandaar hebben we de kans gekregen samen met de beroepensectoren langzaamaan te groeien. Balans werkt met en voor mensen die een vak maken van het werken met mensen. Zo staat dat in ons visieomschrijving en eigenlijk vat dat ook kernachtig samen wat we met Balans willen doen. We willen opleiders, begeleiders, trainers professionaliseren. We willen ze sterker maken in hun stijl, in hun meesterschap. En hoe doen we dat? Of een kenmerk daarbij ook? Ik gebruik daarbij het beeld van we willen ze wortels en vleugels geven. En wat bedoel ik daarmee? Wortels dan ze verankeren en verdiepen in een vak. Dat ze zich verbinden ook met hun werkcontext. En zich daar goed in voelen, weten wat hun kwaliteiten zijn en waar ze nog moeten aan werken. En we willen ze ook vleugels geven in die zin dat ze kansen zien, dat ze opportuniteiten zien, dat ze die ook die kansen aangrijpen om nieuwe dingen te doen met een team, na veranderingen toe, ook daarin omgaan of leren omgaan met weerstanden. Dus Balans staat voor wortels en vleugels en vooral Balans staat voor de verbinding daartussen. Balans richt zich ook naar basiswerkers en leidinggevenden. En ze wil die, ja, wij noemen dat systemische niveaus, of die waar dat mensen ook werken. We willen dat er verbinding is tussen de basis en het beleid. En we willen ze op elkaar betrekken. Hè, dat het beleid mee de basis betrekt, dat de basis ook oog heeft voor beleidskwesties. En daar wil Balans ook de mensen sterker in maken en ze de tools geven om dat mee vorm te geven. Ik ga jullie meenemen op een tocht. Eigenlijk hebben we gaan beginnen bij deze meneer. En ik weet niet of jullie het spontaan kennen, wie dat is. Vooruit. Balans staat voor praktijkgerichtheid. Waaraan is dat te zien? De deelnemers die hier opleiding en vorming komen volgen, die brengen een bagage praktijk mee. En die praktijk wordt ook gebruikt bijvoorbeeld in supervisiegroepen. In kleine groepen gaan ze leren van die beroepspraktijk. Ze gaan leren van elkaar. Wij werken ook met integratieopdrachten. Ze moeten een thema dat hen bezighoudt. Op dit moment op hun werk moeten ze heel praktijkgericht en volgens kaders die we ook aanreiken, proberen beschrijven, daarin verdiepen. Balans werd ook procesgericht. Wat bedoel ik daarmee? Wij hebben een heel groot modulair aanbod waar deelnemers apart kunnen op inschrijven. En een beetje tegen de stroom in bieden wij ook een volledig traject aan voor bijvoorbeeld middenkaders in organisaties waarbij ze via een aantal modules zich kunnen verdiepen in diverse thema's. Balans werd persoonsgericht. Waaraan is dat te zien? Wij vinden het belangrijk dat de persoon, bijvoorbeeld van een leidinggevende of een hulpverlener of een therapeut, dat die zijn eigen persoon met zijn kwaliteiten, met zijn uitdagingen, waar die het moeilijk mee heeft, dat die daar bewust van is. En dat hij dat ten volle kan meenemen in zijn werkcontext. Zij het als leidinggevende, hulpverlener, begeleider, trainer, therapeut, maakt niet uit. En ik doe daar wel heel veel mee, maar ik mis nog een helftje. Vandaar wil ik nog wat meer invulling. En daarvoor creëren we een veilige, betrouwbare leeromgeving.
Balans maakt deel uit van de vormingsleer aan sociaal-pedagogisch werk, erkend door het departement onderwijs, wat maakt dat we ook voor onze modules en leertrajecten een officieel erkend certificaat kunnen afleveren.